Een zandkasteel maken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Geen emmer meer, maar drie ringen die je op elkaar zet en met zand moet vullen. En dus als die drie lagen op elkaar staan, komt een beetje het moment supreme. Gaat dat lukken, ja of nee? En dan is dat eigenlijk een beetje het magische moment. Goed voor een Red Dot Award, net als deze schop op basis van een techniek uit de auto-industrie. Nadat er kunststof in de matrijs is gespoten, gas wordt toegevoegd, een deel van de kunststof wordt eruit geblazen. En dan krijg je eigenlijk een hele dikke, sterke wand, die maakt dat een heel sterke schub is. En die eigenlijk ook maakt dat als ouders daarmee beginnen werken aan een kasteel, dat dat niet breekt. De Red Dot Award is een van de belangrijkste erkenningen wereldwijd voor designers. Als designers proberen we continu, als we met een nieuw project bezig zijn, te kijken van welke producten bestaan er, wat zijn de fouten die daarin zitten, wat loopt mis. En vanuit eigenlijk al die kleine probleempjes naar een nieuwe oplossing te komen. En zo komen we met een schub uit die niet één steel heeft, maar twee stelen heeft en veel sterker is. Komen we met een zandkastelenbouwer is, die geen emmer is, maar ja, verschillende niveaus op elkaar heeft. De productie en distributie van het strandspeelgoed nemen ze hier zelf in handen. En dat is vrij uitzonderlijk voor een ontwerpbureau. Omdat ze duurzaam speelgoed op de markt brengen, is het tot drie keer zo duur als ander speelgoed. Toch gebeurt de productie ook in China. We hebben er lang over nagedacht, maar we hebben toch besloten, omdat we niet van bij de start met hele grote volumes konden starten, hebben we toch gekozen om in China onze productie te doen. Zij het wel dat we dat doen met partijen die heel hoge kwaliteit kunnen afleveren, omdat dat cruciaal is. Het speelgoed wordt wereldwijd verkocht, van de Verenigde Staten tot in Japan.